Hallo en welkom bij deze videotutorial voor het POH GGZ Twente. In deze videotutorial ga ik doornemen hoe je profiel kunt aanpassen, aanvullen, voornamelijk nu nog aanvullen en straks natuurlijk ook aanpassen. Stapje 1 is inloggen. Onderaan de pagina vind je het knopje inloggen. Die geeft toegang tot het intranet met de juiste gegevens. Als het goed is hebben jullie die ontvangen. Zo niet, laat het mij weten en dan zorg ik dat dat goed komt. Ik denk die van mij goed zijn. Kijk, daar zijn we, het intranet. Met hier in het hoofdmenu je profiel. Je kunt je profiel bekijken of je kunt je profiel aanpassen. Ik zal hem nou eerst eens even gaan bekijken voordat we hem gaan aanpassen. En zo ziet een ingevuld profiel eruit. Op de foto na, daar is de foto ook. Kijk, een profielfoto, wat contactinformatie en tenslotte de werkdagen wie waar werkzaam is. Welk dagdeel? Is een dagdeel niet ingevuld? Is men ergens anders andere werkzaamheden dan, zoals hier vrijdag, dan wordt die niet weergegeven. Hoe passen we het profiel aan? Ik zag hier ook nog even het knopje langskomen, profiel bewerken. Ik heb hem er nogmaals in staan, hier profiel aanpassen. Doen precies hetzelfde, gaan naar precies dezelfde pagina, namelijk waar je profiel aanpast. Logisch. Hier hebben we het e-mailadres, mobiele telefoon. Deze ook niet onbelangrijk. Na de telefoonnummer van de huisarts en de naam van de huisarts. Ten slotte nog de specialisatie en de werkdagen bij welke huisarts. Eigenlijk heel simpel, ochtend en middag. Vul in bij welke huisarts je zit. Ben je nergens, dan laat hem leeg. Onderaan op opslaan en als het goed is, nou, dinsdagmiddag even spieken. Zal nu bijvoorbeeld dus ook de dinsdagmiddag niet meer zichtbaar zijn. Even kijken, profiel bekijken. Willen we het ook even zien. Ja, kijk, daar zijn we. Dus nou inderdaad, dinsdagmiddag is nou niet meer zichtbaar hier, want daar wordt niet bij een huisarts gewerkt. Hetzelfde geldt trouwens voor de telefoonnummers. Dus vul er zoveel in als nodig, maar je hoeft ze niet allemaal in te vullen. Dan, niet onbelangrijk, de profielfoto. Helemaal als mensen die zoeken is het toch wel het eerste wat naar gekeken wordt. Straks in het smoelenboekje, hier de overzicht medewerkers. Hier kun je even kijken, profiel. Kijk, hier, wijzig profielafbeelding. Daar klikken we op en dan komen we in de omgeving om de profielfoto aan te passen. Als het goed is, ja, daar hebben we hem wel. Je hoeft hem eerst te verwijderen. Je kunt gelijk zoeken naar een bestand op je computer. Ik heb daar vast wel een andere staan die net zo min op mij lijkt als deze, maar het laat in ieder geval zien dat het geintje werkt. Upload, niet vergeten. En daar hebben we een andere icon. Op dit moment is die al opgeslagen, kun je ook hier zien. Hij staat nou al bij het overzicht van de medewerkers, maar ik zal voor de volledigheid ook nog even het profiel bekijken. Om toch echt te laten zien dat daar dan de profielfoto staat. Kijk, daar hebben we hem wel. Niet onbelangrijk, ook leuk om te melden. Bij het overzicht van de medewerkers staan er nou nog maar 7. Wordt er straks hopelijk iedereen met een leuke recente foto. Stel, je zoekt iemand, je vindt iemand, je gaat zijn profiel bekijken. En daar kom je erachter dat je hem toch eigenlijk wel even snel eenvoudig iets wil vragen. Kan heel makkelijk hier via bericht versturen. Heel simpel, pop-up boxje met een onderwerpje en een berichtje. Klik op verzenden en in dit geval Sietse, mijn collega, wordt op de hoogte gebracht van wat ik te melden of te vragen heb. Het leuke is ook weer als Sietse inlogt vervolgens op het intranet. Zal die ook hier, net zoals hier, nou een mooi eentje komen zien te staan. Waarin hij kan zien dat hij dus een melding binnen heeft. Even kijken, dat waren de onderwerpen voor wat betreft het aanpassen van het profiel. Nummertje 2, de tutorial hierna zal gaan over het forum. Hoe berichten te plaatsen, te beantwoorden, te zoeken, aan afmelden van e-mails, dat soort dingen. Ik hoop in ieder geval dat deze al zinnig was. Tot straks, daar.